Hallo lieve review vriendjes. Ja, hoe gaat het? Mooi. Hier ook wel. Nou ja, het moet maar. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we even kijken. Oh, spannend moment van de dag hoor. Ah, kijk eens. Monatoetjes. Hoe leuk is dat? Met een monatoetje is niks mis. Ik ben niet van het zoete. Ik geef het eerlijk toe. Maar als je dan toch een toetje moet eten... Dan het liefst een Mona-toetje. Waarom? Omdat het ouderwets lekker is. Als je dan bij je oma ging eten, dan kreeg je na het eten een Mona-toetje. Dat was dan zo'n klein bekertje. Ja, tegenwoordig is niks meer klein, dus je krijgt gelijk een halve liter. Maar goed, dat is nou helemaal zo. Alleen toen kreeg ik altijd de griesmeelpudding. Want die andere smaakjes, die waren er niet. Ja, chocoladepudding, maar die was niet te bikken. Talking about choco en cookiepudding. Ook hier zal dan wel weer die godvergeten cookie dough in zitten. Misselijkmakende rotzooi. Maar goed, we gaan het proberen. Even kijken wat dit is. Chipolata pudding. Pudding met stukjes tropisch fruit. Nou, hoe gezellig is dat? Zo. Even die papiertjes eraf. Vroeger had je dan zo'n bakje. Dan deed je dat cellofaantje eraf op zijn kop. En dan moest je met een vork een gat in dat dingetje prikken. En ja, daar kwam een zuurstof bij en dan pleurde dat toetje naar beneden. Dan liep zo die sap eroverheen. En op een gegeven moment gaf je er toch een soe aan, jongen. Bam, zo je vork dwars door het dingetje. Overal saus, allemaal kapot en moederboos. Dan dacht je, ja, dat is een Mona-toetje. Daar hebben ze verandering gemaakt. Want kijk, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een stikkertje erop gedaan. Er is een stikkertje eraf en dan liep... En dan laat hij los en dan valt hij zo op je bordje. Even overal een vork hierop, komt hij. Oh, het is een lepeltje geworden. Ook goed. Choco cookie. Dan hebben we hier de chipolata. De griesmeel pudding weegt zo'n beetje 3,5 kilo en deze vliegen bijna weg. Dus hier heb je echt een kluif aan en dit is van het luchtige rotzoutje. Komt ie. Huppatee. Ja, daar gaan we. Dus niet meer met de vorkje rammen. Gewoon met een stikkertje. Komt ie. Gebeurt geen reet. Weer ook gereed. Kijk, hier gebeurt het al. Zie je? Kijk. Ja. Hop. Ja. Ja. Komt ie hoor. Oh. Mooie uitvinding, man. Ah, superleuk. En deze dan? En die dus ook niet. Oh. Het is lang geleden dat ik zo erbij zat. Hebben ze eindelijk iets uitgevonden dat je dit niet meer hoeft te doen. En wat denk je? Werkt niet. Vorkje pakken. Godverdien. Zo. Ja. Het vervelende is dat ik al weet welke ik het lekkerste vind. De griesmeelpudding. Want ik maak ook wel zelf griesmeelpudding. En dat doe ik met veel plezier. En dan eet je die op en dan denk je, ja, lekker Jan, leuke griesmeelpudding, maar het is geen Mona griesmeelpudding. Dat gebeurt niet vaker, dat iets wat gewoon chemisch uit de supermarkt komt, lekkerder is dan dat je het zelf maakt. Dat is bij deze wel zo. Ik ben ook niet vies van een chipolata pudding, moet ik zeggen. Al is deze wel heel luchtig vergeleken met deze. Dit is gewoon lekker een blok beton. Waar ik me het meest zorgen om maak, is dit. Chocola en cookie. Ik heb niks met chocola en ik heb eigenlijk ook niks met cookies. Dus dit kan eigenlijk niks worden. En het is ook zo'n luchtig pleurenstoetje. Maar goed, we gaan het proberen, want zonder proeven geen review. Precies waar ik bang voor ben. Prima om een stukje chocola en koek erin. Maar het is zo vreselijk luchtig. Als je een klein spreekje tussen je tanden hebt, kun je dat hele ding zo naar binnen zuigen. Hou niet van. Pudding moet massief zijn. Er moet wat te happen vallen. Chipolata pudding. Met tropische stukjes fruit. Ook zo luchtig als de pest. Mm. En daar adverteren ze dan ook vaak mee. Hè? Oh, zo lekker luchtig. Ik wil helemaal geen luchtige pudding. Ik wil pudding als een dikke stookolie. Smaak prima. Tropische vrucht is prima. Er zitten ook rozijntjes in. Mm. Goed gedaan. Smaak voor elkaar. Te luchtig. Gaat ie dan? Goh, de griesmeelpudding van Mona. Benieuwd hoe ik die vind. Hé, wat leuk.
Ze hebben dus op de griesmeelpudding hebben ze een soort bessengeleitje gedaan. Wat is dat eigenlijk? Rode bessensaus. Hoe lekker kan dat zijn? Even proeven hoor. Heerlijk! Dit is fantastisch. Heerlijk. Dit is echt gewoon een lekkere, dikke, stevige pudding. Hij moet er verdomme bijna op kouwen. En dan zit er een heerlijke, zure, brode bessensaus erop. Die hem, die ongelooflijke zoete kledder die eronder zit een beetje opheft. Fantastisch puddingje. Dan zit ik allemaal met die vork te eten, terwijl ik net van die lepeltjes erbij had getoverd. Nee. Tijd voor de cijfertjes, voor de monotoetjes. Dit monotoetje, chocola en cookies, lekker laten staan in de supermarkt. Want deze is namelijk niet echt lekker. Ik zou je zeggen, ik geef er een 5 voor. Waarom? Stukjes chocola zijn prima. En ze hebben vast hun best gedaan. Maar laten we eerlijk zijn, dit doet het broekje niet bollen. De chipolata pudding is wel goed op smaak. Er zitten lekkere spulletjes in. Het is wat je echt een chipolata pudding mag noemen. Hij is alleen te luchtig. Ik koop pudding en geen lucht. Nee, capies? De mono chipolata pudding krijgt van mij een 6. Deze zag Stevie Wonder al aankomen. De winnaar staat hier natuurlijk, het Mona griesmeelpuddingje. Uitmuntend product. Altijd meenemen als je toch een toetje moet halen. Gewoon die griesmeel met die rode saus. Niet zelf maken. Lekker van Mona halen. Top man. Deze krijgt van mij een 9. Heerlijk puddingje man. Top. En niet denken dat ik het nu allemaal opvreet, hè, want zo is het namelijk niet. Dat past niet binnen mijn dieet. Oké, de griesmeel eet ik wel op.